Johan, wat betekent dit voor Leuven? Voor Leuven is het een hele eer, dus grote prijs Poeskes Scheres. Jef Scheres eigenlijk is een traditie, een vaste waarde in Leuven. En eigenlijk is het, dit parcours wordt ook gebruikt voor het WK, dus dat wil toch wel iets zeggen. Dus we hebben het WK kunnen binnenhalen, 25, 26 september gaat dat hierdoor in onze stad eigenlijk, de aankomsten. En eigenlijk is dat eigenlijk identiek, zoals identiek aan het parcours van Jef Scheres. Dus daar zijn we bijzonder, bijzonder fier op dat parcours gevolgd wordt. En ook qua uitstraling voor onze stad is dat niet te onderschatten. Hè. Gewoon een kleine wijziging in het parcours vandaag ten opzichte van het WK? De enige wijziging is eigenlijk de Naamse straat, het Heilig Hart eigenlijk. Dus het Heilig Hart, bereikbaarheid ook met het WK moet gegarandeerd blijven. Maar er zijn toch wel wat kleine hindernissen, niet onoverkomelijk. Maar vandaag willen we zeker ook geen extra last daarin omtrent opleggen. Dus de Naamse straat wordt niet aangedaan. Wel de Capucine voer in plaats van de Naamse straat. In deze coronaperiode de vergunningen, de licenties. U zei al dat het makkelijk is voor u. Dat verbaast ons wel een klein beetje in feite. Ja, het koers is al een tijdje terug op gang in coronatijd, dus men is er wel wat gewoon. Die draaiboeken zijn ook allemaal aangepast, dus die eerste koers is al niet simpel geweest, maar het wordt meer en meer versoepeld eigenlijk. En ik denk dat het al bij al nog wel goed meegevallen is natuurlijk. En ook, het is een uitgestrekt parcours, ook voor de mensen hier in Leuven zijn ook gedisciplineerd. En dus ik denk dat het bijzonder goed gaat meevallen. Ook voor de politie is eigenlijk wel in Leuven een test eigenlijk. Hè. Alle diensten van stad Leuven die betrokken zijn met WK. Eigenlijk is dit een test in functie van het WK, eigenlijk omdat het parcours zoals identiek is. Het is een bijzondere test, ook mensen van het UCI komen ook kijken allemaal. Dus, een hele organisatie, natuurlijk heel veel volk wordt verwacht tijdens het wereldkampioenschap. Hoe ga je dat kunnen beperken? Want ik denk dat er beperkingen zijn. Hè? Dat zal ook nog een beetje af te wachten zijn, maar zoals ik net ook zei, het parcours is vrij uitgestrekt eigenlijk. Men verwacht wel inderdaad die vrijdag van het WK een 150.000 toeschouwers over Groot Leuven eigenlijk. Zaterdag zal het 250 zijn met de dames, elite dames en elite heren. Zondag, dat is dan het meeste volk dat trekt, dat is 300.000 tot 350.000 toeschouwers dat men verwacht in Leuven. Maar het is een uitgestrekt parcours. Ik weet dat ook alle inwoners, want ook een stukje Wilselen wordt aangedaan. Ik denk al die mensen met de familieleden in de tuin en zo. Dus iedereen kijkt daar massaal naar uit. Het is een hele eer voor onze stad. Uiteraard een klein pronostiekje voor vandaag en voor het WK. Vandaag, dus het zal niet evident zijn, maar Thibaut Nijs redt ook mee. Dus wie weet, dat zou ook wel een keer mooi zijn voor die gast. En natuurlijk voor het WK, Jasper Tuiver, dat is mijn topfavoriet. Veel plezier en veel succes met organiseren. Graag gedaan, dankjewel. Dag.